Voorbereiding is dat ik me moet voorbereiden op alles wat er kan gebeuren op medisch gebied. En dan bedoel ik met name de ziekten. Hè. We hebben het niet over de letsels van knieën of andere zaken. Maar medicatie moet voldoende aanwezig zijn. Dus ik heb een grote voorraadkoffer en een klein koffertje voor op het veld. En het is altijd, omdat het ook in de wintertijd is, moet je rekening houden met verkoudheden, met longontstekingen, dat soort zaken. Dus naast de gebruikelijke medicijnen die we hebben rond de wedstrijden, moeten er gewoon veel meer medicijnen mee. Ja, voor het trainen ben ik eigenlijk altijd in de medische ruimte, omdat er heel vaak jongens zijn die dan toch ergens last van hebben of toch fijn vinden als ik nog even kijk. 'S Morgens vroeg komen die blessures in de medische ruimte en gaan we met elkaar bekijken of we de plannen die we de dag daarvoor hadden nog moeten aanpassen. Dus of jongens misschien toch wel mee kunnen trainen of met een bandage of andere hulpmiddelen of een medicatie mee kunnen trainen. Dus dat blijft eigenlijk wel een soort dagelijks spreekuurtje wat bepaalt wat voor programma de jongens de dag krijgen. En dat vind ik op trainingskamp wel spannend. Want we zijn hier maar een week, die wil je optimaal benutten. En als dan een jongen klachten heeft, dan probeer je toch hem zover te krijgen dat hij weer kan aansluiten. Ik heb natuurlijk met trainers wel eens dispuut gehad over, ja maar, kan die dan niet dit of dat? Als ik nu uitleg van, ik heb goed gekeken en natuurlijk samen met de fysio ook overlegd, dan wordt dat niet anders. Dus een jongen waarvan ik vind dat hij een aangepast programma moet hebben, die krijgt dat ook. En daar hebben we geen discussie over. En dat maakt het voor mij wel een stukje makkelijker. Want ik heb wel eens trainers gehad waarvan ik echt, waar ik moest pleiten en uitleggen. En ja, dan werd ook niet altijd mijn advies gevolgd. Kijk, het is natuurlijk zo dat bij iedere speler die aangesteld wordt, keur ik ze. Dus ik ken hun verleden, ik ken hun mogelijk zwakke plekken. En dan ben ik altijd heel benieuwd hoe het op een training gaat en wat ze wel en niet kunnen. En dan herken ik ook bepaalde dingen. Zoals ik ook als ik op een terrasje zit, iemand voorbij zie komen en denk van, oh, die zou wel eens wat aan zijn heup of zijn knie kunnen hebben. Zo moet je een beetje zien dat ik ook naar spelers kijk. Dus met wat ze voor verleden hebben. Van hoe gaat het bij de training en wat zie ik. En dat wissel ik ook wel eens uit met de technische staf. Van ik zie die en die beperking steeds en misschien moeten we daar iets mee. Met de huidige privacy is dat wel een stukje lastiger geworden. Ik kan niet zomaar tegen de trainer zeggen, ik zie dat Pietje met zijn knie trekt en misschien moeten we daar wat mee. Nee, dan moet ik natuurlijk eerst met de speler het uitzoeken en bekijken. En vragen of hij het goed vindt dat ik met de trainer communiceer. Dat is een heel ander wereldje geworden. Dus, en als de speler zegt ik wil liever niet dat de trainer dat weet, dan moet ik mijn mond houden. Het is maar zelden dat ik daarmee echt in grote problemen kom. Het sluit over het algemeen best aan. En wat ik al zei, ze hebben goed luisterend oor. En ja, weet je, ik ben nu 32 jaar bij de club sinds maandag. Dus ja, ze respecteren dat gewoon. En ik heb natuurlijk de meeste jongens ook zelf geopereerd en vervolgd. Dus ik weet waar ik het over heb. Ook daarin, we zitten natuurlijk met elkaar aan tafel, we babbelen wel. Maar ik heb nu met individuele stafleden gewoon hele leuke gesprekken. En dan leer je elkaar beter kennen. En dat is alleen maar goed.